Oostenrijkse Owens is voor. Oostendaal is niet slecht. Oostendaal loopt op de derde plaats nog. Oostendaal heeft de derde plaats. Goedenavond. Dit Studio Sport document gaat over de Olympische Spelen van 1936 in Berlijn. De Nazi-Spelen. De jonge Nederlandse atleten van dat moment hebben weinig tot geen idee van wat er in Duitsland gaande is. Er wordt in Nederland een voorzichtige discussie gevoerd over de vraag: moet Nederland wel atleten sturen naar dat Berlijn? Maar de sportbazen staan op het standpunt dat sport en politiek per definitie gescheiden moeten zijn. Nederland gaat. Er is één Nederlandse atleet die besluit om niet te gaan. Dat is de Joodse bokser Ben Bril, die vorig jaar is overleden. Het is een tijd van keuzes maken. Eerst is het de vraag, ga je wel of niet naar Duitsland? En later komt de vraag, ben je voor of tegen Duitsland? Actief of passief? Keuzes maken, naar eer en geweten. De Nederlandse held van 1936, hardloper Tinus Osendorp, maakt een keuze. Hij wordt uiteindelijk SS'er. Een volstrekt onbekende atleet, roeier Ernst de Jonge, zal uiteindelijk verzetsheld worden. 128 Nederlandse atleten gaan naar de Olympische Spelen van Berlijn. Er waren er nog 12 in staat om een half jaar geleden op uitnodiging van ons naar het Olympisch Stadion hier te komen om te praten over de Spelen van toen. Dat was een toertocht, 50 kilometer. Toen had ik zes weken een kano. Heb ik aan meegedaan. Ja. Nou, de hand ging ze me wel voorbij, maar dat gebeurde pas na 37. Ja, precies. Ja. Ja. Hoe oud ben je nu? Hoe oud? 89. We zijn er even oud. Oh. Ah, leuke tijd gehad. Maar ja. Ja, ik heb zo'n stuk gehad, nou heb ik nog zo'n stukje. Ja. Als je zwart 90 bent, heb je zo'n stukje. Ja. Wees er zuinig op hoor. Ik heb nooit gezopen. Ik heb altijd serieus geleefd. De oude krachten beantwoorden niet meer aan de destijds gestelde eisen. Nee, godverdomme, de schouders, de polsen, ja. De knieën, alles is wat. De Nederlandse atleten keren met 17 medailles terug uit Berlijn, waarvan 6 gouden. Onder andere voor zeiler Daan Kacheland en wielrenner Arie van Vliet. Ook de zwemsters doen het voortreffelijk. Er is goud voor Nida Zenf en voor de estafetteploeg, met Jody Zelbach en Tini Wachter. Ook in die estafetteploeg Willy den Ouden en Rie Mastenbroek. Zij is de meest succesvolle atlete in Berlijn. De keizerin. De keizerin, de keizerin. Met Jesse Owens samen. Ja, dat was de keizer.
12 deelnemers van toen zijn nog in staat om nu in te gaan op onze uitnodiging voor een 1936-reunie. In het Olympisch Stadion van Amsterdam krijgen zij een film te zien die is gemaakt door de toenmalige hockeycoach Quarles van Uffort. Hij was al in 1936 in het bezit van een camera. De film, die inmiddels eigendom is van het Small Film Museum, geeft een heldere, vrolijke impressie van het wel en wee van de Nederlandse sporters tijdens de Spelen van Berlijn. Wie is dat? Tinus Ozendarp. Tinus Ozendarp, de hardloper, wordt uitgeroepen tot de snelste blanke ter wereld. Hij wint de bronzen medaille op de 100 en de 200 meter achter de onverslaanbare Jesse Owens. Dit is de ingang van het dorp. Dat waren de huisjes waar wij verbleven. Dat was nieuw. Het was al gemaakt voor de officieren van de Weermacht of van de welke militaire instellingen ook, voor na de hand. Prachtig hier, wat een mooie badjas. Ja, wat heerlijk in Nederland. Om te wachten. Dit is niet toen ik 17 jaar oud was. Ja, ja. Oh, meneer. Het was natuurlijk het visitekaartje van Duitsland op dat moment. Het was Nazi-Duitsland. Men stond niet al te sympathiek tegenover het regime en tegenover de politiek en tegenover het nationaal-socialisme. En vandaar dat Hitler en Goebbels vooral deze spelen hebben gebruikt om dat visitekaartje in de wereld te brengen. Berlijn had ervoor gezorgd dat de stad schoon was. De straten, de huizen hadden een verfje gekregen. Men had de sloppenwijken opgekrapt. Bepaalde etablissementen had men opgeruimd. De rosse buurt bedoelt u? Ja, de rosse buurt min of meer. En het was een stad waar wij ons absoluut thuis voelden. We werden welkom geheten door de bevolking. Ik moet zeggen, dat was allerhartelijkst. Meine jungen Kameraden, die 4,5 Millionen Stadt Berlin hat sich in Grün und Flaggen geschmückt. Und das ganze deutsche Volk erwartet mit Freude und Spannung den Beginn der Olympischen Spiele. In diesem Sinne grüßen wir Jungen die Flamme, die da kommt, mit dem Spruch: Heilige Flamme, glüh, glüh und verlösche nie. Wat wist ik nou van Hitler? Wat wist ik daar nou van? Toch helemaal niemand met mij, hoor. Niemand met mij. Kijk, achteraf zeg je dat, weet je wel. Nou komen al die verhalen die komen los en daar word ik wel eens misselijk van. Want kijk, ze hadden toen die verhalen op moeten, maar toen wisten ze het helemaal niet. Oké, dat is mooi. Het nationaalsocialisme, daar waren we tegen, dat was allemaal, maar ja, Jok deed toch niks, want de interesse op het koor, die ging niet voorbij Woerden, werd er zo eens een keertje geformuleerd. Je deed niet de politiek, dat deed je later, als je studententijd voorbij was. Dan ging je uitkijken naar een vrouw en je abonneerde je op een krant. Het propagandaboek, dat heb ik hier, ja. Propagandaboek van Duitsland, dat lag op iedereen zijn bed in het Olympisch dorp. Op het hoofdkussen lag dit boek. Dat is nou wel echt een plaat
Nou, kijk, met al die Heil Hitler en zo. En het Hakenkruis. Waar moet ik zitten? Ja, ik las de kranten en ik was helemaal op de hoogte. Wat er dus aan de hand was. Ik wist zelfs ook dat, dat in die tijd dat Joden daar ook al gepest werden. Waarom bent u toch naar die speler gegaan? Dat eerste plaats vind je het altijd een hele eer om er naartoe te gaan. Dat heeft natuurlijk ook een hele belangrijke rol gespeeld. En in de tweede plaats we hebben er ook wel over gesproken onderling met elkaar. Zeker onder de atletiekploeg. En er was over het algemeen het idee van, omdat atletiek is de moeder aller sporten, dat je dat sport verbroedert. Dat was het idee van de Olympische Spelen, van de Coubertin. En als je dus zegt, dat doe ik aan mee, ongeacht de politieke situatie, dan denk je dat je daar een inbreng in hebt, in dat idee. Wat is dat hier? Dit is voor de ochtendgymnastiek. Ja. Dat vind ik ideaal. Ja, dat was zo lokaal. Ja, Ben Bril die liet afweten. Het is pas overleden. Ja, ja, heb ik geleerd. Die had Joods bloed. En die bedankt. Ja, ja. Die is helemaal niet gegaan. Die is helemaal niet gegaan dan? Hij is helemaal niet gegaan. Toen ik in 34 op uitnodiging van Maccabi Berlijn naar Berlijn zijn gegaan. Want de jongens toen mochten alleen tegen Joodse jongens nog boksen. Is een ploeg uit Amsterdam gegaan naar Berlijn. En toen ik dat regime heb gezien. Wat er te koop was. De ramen. Met hakenkruis erop, stuk geslagen, Joden en raus. Toen heb ik gezegd, van dit keer en nooit meer, zolang dat regime blijft, ga ik naar Duitsland. 35 ben ik wereldkampioen geworden. 36 was ik weer kampioen van Nederland. En toen kreeg ik de uitnodiging, via het Olympisch Comité dan, via mijn bond, om mee te doen naar de Olympiade in 1936. Toen heb ik gezegd, heren, wordt bedankt, ik ga niet naar het fascistische land toe. Maar de boksbond, die heeft wel ze laten gaan, want het was te vertrouwen. Mijn hele club ging erheen. Ja. En daar trok je niks aan, je was geen politicus. Dat je moest wat presteren. En verder zou ik wel terechtkomen, was onze zorgen niet. Nee. Nee, als we nou een politieke afdeling geweest waren, had je het wel anders gedaan. Nou, ik vond het verschrikkelijk. Je moet je voorstellen dat bij de opening vooral, dan komt, je hebt daar aan het eind van het stadion, heb je een opgaande trap van buiten en een afdalende trap naar binnen toe. Hij komt bij de buitenste trap, komt hij het stadion binnen, alleen met een aantal functionarissen een paar passen achter hem. En dan staat hij daar dus op dat plateau, staat hij pontificaal. En dan krijg je dus die groet van die geweldige menigte in het stadion van Heil Hitler. Nou, dat heeft mij een ontzettende
indruk op mij gemaakt. In de zin van, ik heb het ondervonden alsof het een beest is, dat hele publiek. Met die eenheid en met die geweldige kreet en met die arm omhoog. Vond ik verschrikkelijk. Daar ben je echt bang van. Dat was allemaal gigantisch. En laat er nou maar één zeggen die er geweest is. Nou, dat is helemaal niet waar. Want het was een sprookjesploeg die daar uit die tunnel kwam. Dat was de Duitse ploeg, die waren helemaal in het wit. Helemaal in het wit. En dan komen wij met onze Blue Band hoedjes. Er kwam een doos thuis. Zo'n grote vierkante doos van de Bonneterie. Nou ja, Bonneterie, dat was natuurlijk alleen een naam voor rijke mensen. En niet voor arbeidersmensen. Dus ik wist al helemaal niet wat daarin zat. Nou, er zat zo'n Blue Band hoedje. Zat daarin, hè? Zo'n wit hoekje met zo'n... Ja, ik heb dat hoekje nog eens gedaan. Naderhand denk je wel zo, dat was eigenlijk ongelooflijk. En bij ons ging de damesploeg voorop. En dan kwam zeer gedisciplineerd de herenploeg. In het Olympisch dorp zei onze chef d'équipe, Karel Lotzi... We moeten groeten als wij voorbij de eretribune komen. Dat erkennen wij ook. Het enige is dat de Olympische groet leek ons te veel op de Hitlergroet. En, want wat is de Olympische groet? De Olympische groet is een groet waar je je arm horizontaal naar voren strekt. En de Hitlergroet is waar je je arm met ongeveer 45 graden naar boven strekt. En toen heeft de heer Lotzi bedacht, we hadden van die hele mooie grijze petjes op met een goud leeuwtje, dat op een bepaald moment, lopende voorbij de eretribune, hij het bevel zou geven, pet af. Waarop wij met z'n allen wat lachend zeiden, ja, hoe moeten we hem afnemen? Dat liet de heer Lotzi een beetje aan ons over, met als gevolg natuurlijk dat... De ene, ja, die hield zijn pet op zijn borst. De andere, die zwaaide een beetje met de pet. En de derde, die gooide er echt met de pet na. Die zei, ja, moet ik nou de pet afnemen voor deze meneer? Daar voel ik niets voor. Dus ja, het was een beetje een rommelig geheel. Ik verkunde de Spelen van Berlin. Voor feier der eerste Olympiade neuer Zeitrechnung. Als eröffnet. Olympischen Spielen ehrenhafte Kämpfer zu sein und die Regeln der Spiele zu achten. Dat is allemaal van de Spelen, ja. Dat is het ausweis wat je moest dragen. Wacht even, zit er op naartoe.
het schildje wat we op ons blazer hadden. De blazer is veranderd in kinderkleding. Oh ja? Maar dit was dus het schildje. En dit had je op, dan kon je overal gratis vervoer hebben. Wow. En daar stond een nummertje, roeien. Ja. In Berlijn gaven ze ook elke dag een krantje uit. Die heb ik hier. En dat is natuurlijk moeilijk omdat de film er niet meer kan. Maar hier heb ik dan. Even kijken. Ik dacht dat ik hier Owens op had staan. Jesse Owens. Ja. Hier is Jesse Owens. Hier rechts. De grote man met 4 gouden medailles. Jesse Owens wint goud op de 100 meter, de 200, bij het verspringen en op de 4x100 meter estafette. Hier staat hij voor de start van de 100 meter, het koningsnummer. Je dribbelt een beetje en je maakt. Had je nog geen startbloks, dus je moest je gaatjes maken. He, met je schepje maak je startbloks. Dan ga je niet staan praten met oh, Meijer. Of je gaat je niet staan praten met jezelf. Nee, je bent met je eigen gedachten. Bij je loop. Die Entscheidung im 100 Meter Lauf. Die 6 snelsten Läufer der Welt sind angetreten. Tinus Ozendorp wordt door deze 100 meter finale een sportheld in Nederland. In het volkomen uitverkochte stadion heerst thans de grote rust die aan deze fenomenale race vooraf gaat. Reeds zitten ze gehurkt voor de start. Met 1 is het goed. Laat kijken. Met Calvis. Jesse Owens is voor. Ozendorp is niet slecht. Ozendorp loopt op de derde plaats nog. Ozendorp heeft de derde plaats. Jesse Owens. 2 Metcalf. De beide negers. En op de derde plaats een juichende Ozendorp. Op dat moment werd ook gezegd, hij is de snelste blanke van de wereld op dat moment. En wij hadden dan nog een tweede goede loper en dat was Wil van Beveren. Hij haalde de finale, ik meen dat hij 5e of 6e is geworden. Ja, op de 200 meter. Een sensationele strijd op de 200 meter. Wil van Beveren heeft alles gegeven in de halve finale en is daardoor niet meer topfit in de eindstrijd. Helemaal aan de binnenkant, naast Van Beveren, wint Tinus Ozendorp zijn tweede bronzen medaille. Jesse Owens wint ook de 200 meter. En tweede wordt zijn zwarte landgenoot Robinson. De Amerikanen domineren. De 100 en de 200 en de 400 en de 800 en het ver en het hoog. Bijna alles was overkoepeld door de Amerikaanse atleten. En op een zeker moment hoorden wij achteraf dat hij niet meer kwam om de prijs uit te reiken. Hitler bedoel ik. Niet meer de prijs uit te reiken omdat ze allemaal zwart waren. Het feit dat hij dus niet door Hitler gefeliciteerd werd, waar kwam dus ook heel duidelijk naar voren wat het nationaal socialisme eigenlijk betekent, hè, door, alleen al door dat gebaar. En ja, het was een prachtig atleet natuurlijk. Hè. Ja, fantastisch. Fantastisch. En wat me verwonderde bij het verspringen, was die Duitse, die was even de beste ook in de wereld. Ik ben zijn naam even kwijt hoor. En daar was hij grote vrienden mee. Hele grote vrienden. Na de hand heb ik hem gevraagd, toen had hij het verspringen ook gewonnen, want hij heeft daar ook die vier plakken gewonnen. Heb ik gevraagd dat ik een foto mocht nemen, dus dat heb ik toen gedaan. En dat fotootje heb ik nog. Op de 4x100 meter estafette brengt Amerika onder andere Owens en Metcalf aan de start. De nummers 1 en 2 van de 100 meter. De Amerikanen winnen ook dit onderdeel. Nederland heeft trouwens ook kans op een medaille met Wil van Beveren, Chris Berger, Tjeerd Boersma en Tinus Ozendorp. Maar 30 meter voor de finish gaat het mis. Uitgerekend Ozendorp laat buiten beeld het stokje vallen terwijl hij op de derde plaats ligt.
Weg medaille. Overigens, dat gebeurde ook bij de dames en stafetten, bij de Duitse meisjes. En die waren, die gingen huilend, gingen die de baan af. En wat ik mij herinner, heeft de hoogste baas deze ploeg niet willen ontvangen. Hitler. Hitler, ja. Viermaal 100 meter estafette voor dames, met een voor één der ploegen tragisch slot. De Nederlandse dames doen ook mee in die finale. Kitty ter Brake geeft over aan Francina Koen, helemaal links boven in beeld. Zij zal 12 jaar later furoren maken in Londen als Fanny Blankers-Koen. Nu verliest ze zienderogend terrein. De derde loopster voor Nederland is Ali de Vries. En dan komt het drama. Bij de laatste wissel laat Duitsland het stokje vallen, waardoor de Verenigde Staten de race gaan winnen. Lies Koning komt voor Nederland als vijfde over de finish. Nederland heeft een succesvolle kanoploeg die in totaal 3 bronzen medailles wint. Onder andere door de gebroeders Weidekop. Ja, is dat jij? Ja, trouwens. Oh ja, ja, die heb ik ook. Ja, ja, die heb ik ook. We stonden meneer met 3-1 voor. Tot ongeveer 10 minuten voor tijd, toen maakte ik eerst nog 2 goals. Toen werd 3-3. En 1 minuut voor tijd werd de beslissende goal gemaakt. Door wie? Door Rudy van der Heijer. Ja. Nou, dat was een groot feest. Ja, brons. Ja, prachtig, brons. Toch? Hij ligt daar. Ja, hij ligt daar. En dat doosje, dat hoor ik, dat, als dat erbij is, dan verhoogt dat de waarde van de medaille. Maar die waarde, die is, kan mij niks schelen. Dit is alleen, en als er brand is, dan doe ik hem in mijn zak en dan ga ik thuis uit. Zo belangrijk is het. Ja, hij is heel belangrijk. Vind ik heel belangrijk. Ja. Ja. Al die landen die er dan bij elkaar komen en die allemaal dan ja, spelen om zo'n medaille te winnen. Want het idee van, ja, je moet meegedaan hebben, nou... Nee, je gaat erheen om te winnen. En als je niet wint, dan moet je toch zorgen dat je bij de eerste 3 bent. En als dat niet lukt, dan is het jammer. Maar nee, dat ding, dat vind ik iets geweldigs. Kijk, dat is hem. Ja, mooi. Het originele... Ja, het originele doosje natuurlijk nog. Geweldig. Mooi. Wees er maar zuinig op. Ja. Neem me toch, neem toch niet mee de kist in. Er schrikt die Milch auf die Plätze, hebt die Pistole, das Hochkommando kommt und... Weg sind die Schwimmerinnen, drüben auf der zweiten Fahrt, die kleine Gisela Arendt, sie ist schon in Führung gegangen. Das Mädel hatte einen prächtigen Start und hoch wirbelt auf, das Wasser vom Beinschlag, sie liegt schon wieder vorne, wunderschön. Und hier links außen auf der 8. Bahn, Catherine Rose liegt in zweiter Position. Aber Gisela Arendt hat sich einen fabelhaften Vorsprung verschafft. Jetzt geht sie auf die 50 Meter Wende zu. Jetzt aufpassen. Hopp, die Wende an zweiter Stelle. Oh, an dritter Stelle jetzt Maskenbock. Aber nun müssen wir aufpassen. Die Holländerin Maskenbock ist unheimlich stark im Schuss. Wunderbar. Sie spurtet am ganzen Feld vorbei. Und jetzt liegt sie schon in Führung. Sehr schön. Wunderbar. Anschlag. Maskenbock fahren. Und jetzt totes Rennen zwischen Wagner und Catherine Rose.
goed, ze mogen het van mij afkraken en ik vind dat best. Maar er is toch nog geen ene zwemster gekomen na die tijd die gepresteerd heeft wat ik gepresteerd heb. Inge de Bruin ook niet? Nou, ook niet. 50 meter? Nee, dan moet ze 400 meter gaan zwemmen en dan moet ze nog eens en 100 meter rugslag en 100 meter vrije slag en dan nog eens estafette. Kijk, dan zeg ik nou... Ja, hier krijgt u Ma Braun. Ma Braun. Ja. Hier in die bloemetjesjurk. Dus daar rechts. Hier, daar heb ik. De Rotterdamse trainster Ma Braun ziet haar pupil Rie Mastenbroek de 100 meter winnen, de 400 meter en de 4x100 estafette. Op de 100 meter rugslag wordt Mastenbroek tweede achter een andere Nederlandse, Mida Zenf, die deze finale op miraculeuze wijze weet te winnen. Hier ziet u Mida Zenf, die hier de hele. En die miste een keerpunt, ontdekte dat onmiddellijk, draaide zich snel om, tikte aan en zwom nog sneller dan ze ooit gedaan had en won de gouden medaille. Dat was één sensatie, want iedereen die dat zag gebeuren, had haar opgegeven. Maar tot ieders verbazing heeft zij alles eruit gehaald wat ze eruit kon halen en won. Nou, laatste. Je hebt er al drie gemaakt. Nou. Tot de grote groep anonieme sporters horen ook de twee met stuurman. Zij hadden geen schijn van kans, herinnert Karel Hardeman zich. De Japanners, dachten wij, dat is een volk van kleine mannetjes, die waren nog langer dan wij en die waren allemaal ouder ook dan wij. En wij waren gewoon de jongste en wij hadden de breedste ouderwetse boot en de stuurman was 5 kilo te zwaar. De twee met stuurman bestaat naast Karel Hardeman uit stuurman Hans van Walsum en op slag zit Ernst de Jonge. De drie Leidse studenten worden derde in de herkansingen. Dat betekent dat de Spelen voor hen voorbij zijn. Ze blijven in Berlijn om andere roeiers te filmen. We moeten met de filmcamera. We hebben de 8 een bootje gehuurd van onze laatste centen, want we hadden niet veel geld. En van de laatste centen hadden we een bootje gehuurd en dat hebben we de Engelse 8 gevolgd. En want die, dat was de beste, dachten wij, die zullen wel winnen. De roeiers willen zelf beter leren roeien om later de varsity te kunnen winnen. De belangrijkste roeiwedstrijd in Nederland. En dan zag je die riemen gaan en verschillende stijlen, roeistijlen kon je prachtig zien vanaf dat dak. En die film is weg. Meer dan 60 jaar is de film zoek. Eind vorig jaar vinden we hem. Deze beelden zijn gemaakt door Ernst de Jonge en Karel Hardeman vanaf het dak van de tribune. De Leidse studenten zijn stiekem naar boven geklommen om de finale van de 8 goed in beeld te brengen. Hitler is te zien en de enorme menigte die hem de groet brengt. Alle cameramensen op het dak brengen die groet eveneens.
De acht van de Verenigde Staten wint de titel. Of de Leidse studenten iets aan deze beelden hebben gehad, is de vraag. De varsity hebben ze nooit gewonnen. De Olympische trein wordt met gejuich ingehaald. Zwemster Nida Zenf krijgt een warme ontvangst in Amsterdam. En met haar ook de atletiekploeg. In Rotterdam gaan Rie Mastenbroek en haar trainster Ma Brown, die berucht is om haar Spartaanse trainingsmethodes, in een open wagen door de stad. De mooiste thuiskomst is voor Tinus Ozendorp. Hij wordt door de KLM opgehaald in een gloednieuwe Fokker 36. De andere sprinter, Wil van Beveren, vliegt met hem mee. Ik ben natuurlijk nooit zo blij dat ik weer in de 100 terug ben. En ik had zelf niet bedacht dat ik in Berlijn zo goed af zou brengen. Ik dank ook alle mensen die mij geschreven hebben, ook namens Van Beveren. Maar ik kan ze niet allemaal beantwoorden en ik dank u nogmaals heel hartelijk. De Leidse roeiers gaan na terugkeer weer aan de studie. Hardeman en De Jonge storten zich in het verenigingsleven. De Jonge blijkt een geboren voorzitter. Hij had geweldige hersens. Waar hij lid van werd, werd hij later ook erelid. Njort, de roeivereniging, erelid geworden. Hij is president van de Leidse Studentenvereniging. Hij is president van de Leidse Studenten Sociëteit Minerva. Ernst de Jonge wordt beschreven in het boek Soldaat van Oranje. Het personage van Guus Lejeune, in de film gespeeld door Jeroen Krabbé, is gebaseerd op Ernst de Jonge. Lejeune is de Jonge. Het college! Het was de eerste avond van mijn groentijd in Leiden. Dus ik was niks, helemaal niks. Een feut werden we genoemd. En hij was prezes college, dus hij was het hoogste wat je in de studentenwereld bereiken kan. Dus dat was een enorm afstand tussen ons. En ik herinner me dat hij de sociëteit binnenliep. De gravitas die hij met zich mee droeg. Hij is niet groot, hij was een tikje kleiner dan ik. Met donker haar, grote donkere ogen ook. En een geweldige presence had hij. Waar houd jij op de grond? Werp op je werk met je pik op de vloer. En liggen blijven. Hij was ook bekend als nogal een wilde jongen. En toen op een gegeven moment werd ik geroepen. Zij zei, Hazelhoff, je kunt zingen, hoor ik. Dus ik dacht, nou, ik zal maar ja zeggen. Liedje zingen. Tirambula. Tirambula. Dika. Vals. Rani Sulpa. Ik begon te zingen wat blijkbaar niet zo geweldig goed insloeg. Want iemand gooide een soepterrine naar mijn hoofd. Ik moest meteen naar het ziekenhuis. Meneer de Prezes, dit is ernstig. Zeer ernstig. Dit is bloed, vrees ik. Toen werd er 's avonds zachtjes op de deur geklopt en dat was ernst. En die kwam zijn excuses maken. En die is toen blijven hangen. Toen zijn we samen nog, weet ik nog, een fles armagnac hebben we opgeknapt. En toen zijn we eigenlijk vrienden geworden. Ernst de Jonge studeert af in 1938. Hij is nu jurist. 2 jaar later is het oorlog. Nederland wordt bezet door de Duitsers. Mensen worden gedwongen keuzes te maken, voor of tegen, actief of passief.
Tinus Ozendorp wordt, net als zijn ouders, lid van de NSB. Hij is politieman in Den Haag en schudt de hand van Rijkskanselier Seyss Inquart. Hij traint de Hitlerjugend en loopt atletiekwedstrijden voor de SS. Op een zeker moment, toen komt hij ook en toen had hij een shirt aan. Met die tekens erop, weet je wel. De SS? Ja, zou het SS geweest zijn, dat weet ik niet zo. En toen zei hij, heb jij raar frokkie aan? Toen zei hij, hoe vind je dat? Toen zei ja. Ik zei, waar is dat van? Nou, toen zei hij het. En toen ben ik zo kwaad op hem geworden. Ja, nou, en toen heb ik vallen dat ik het nou zei. En wij natuurlijk thuis opgevoed werden in het tegenovergestelde. En toen zei dan nog andere meisjes tegen me, kijk maar uit, want hij is fout. Ik zei, nou, ik zeg het toch tegen hem. In tegenwoordigheid van een Rijkscommissaris wordt in het Olympisch Stadion te Amsterdam een groot sportfeest gehouden van de SS en de politie. SS-groepenvuurder Rauter opent het feest. Daar staat het vrijgegeven. In. Tinus Ozendorp wordt tijdens wedstrijden door het Nederlandse publiek uitgefloten. De SS is maar wat trots op de hardloper. Het uitreiken der prijzen. Vanuit Londen wordt het verzet tegen de Duitsers gecoördineerd door koningin Wilhelmina en het kabinet Gerbrandy. Ernst de Jonge werkt, als de oorlog uitbreekt, op Curaçao. Maar hij wil vechten tegen de Duitsers. Hij wil piloot worden. Na allerlei brieven aan prins Bernhard wordt de Jonge naar Londen gehaald. En daar wordt hij geschikter bevonden als geheim agent. Na een intensieve training is hij klaar om te worden overgezet naar Nederland. Om daar te spioneren. Ernst's opdracht was dus het militaire inlichtingen te verzamelen. Inlichtingen verzamelen op economisch en politiek gebied. En zijn opdracht was om iemand van de PvdA, vooraanstaande politicus Vorink, naar Engeland proberen te krijgen. Dat was een speciale wens voor de koningin. Op 23 februari 1942 vertrekt een marineboot uit Engeland naar Katwijk om Ernst de Jonge te droppen op het strand. Die expeditie wordt uitgevoerd door Erik Hazelhoff Roelsema. Zo komen de Leidse studievrienden elkaar weer tegen in het verzet. Het was zo kalm dat we deze keer helemaal met het roeibootje aan land zijn gegaan, zodat hij een van de weinige agenten was die droog aan wal kon stappen. Nou ja, we hebben elkaar even toegewaaid en was die weg in het donker. Obergruppenführer Rauter draagt aan een SS-opleidingskamp een sportveld over waarop de eerste Germaanse herfstwedstrijden in Nederland worden gehouden. Ook de Hitlerjugend en de Jeugdstorm nemen aan de wedstrijden deel. De Rijkscommissaris en de leider wonen met vele eregasten het sportfeest bij. Terwijl Tinus Ozendorp wedstrijden blijft lopen en winnen, is Ernst de Jonge actief in het verzet. Hij is een succesvol spion. Iedere keer als ik in Londen kwam, dan kwam ik even ook op het kantoor van koningin Wilhelmina. En daar zat generaal Van Sant, die wel van deze dingen af is. En die vroeg ik dan altijd, en iets gehoord van Ernst de Jonge? En dan zei hij altijd met een stalen smoel, nee, niets gehoord en zo. Maar ik geloofde er weinig van. Je kan elkaar nou eenmaal niet geloven in die business. Tot op een goede dag, hij tegen me zei, het nieuws is slecht. Ze hebben hem te pakken. De landverrader Anton van der Waals spoort de jongen op. Hij laat hem arresteren. Het is 22 mei 1942, de 28e verjaardag van Ernst de Jonge. Hij wordt verhoord door de SS op het Binnenhof en gevangen gezet. Samen met nog 50 agenten wordt hij in het voorjaar van 1944 op transport gesteld. Van Ernst de Jonge is nooit meer iets vernomen. We weten alleen dat 40 van de 51 in september 1944 naar Mauthausen zijn vervoerd, een kamp in Oostenrijk, bij een steengroeven.
En daar zijn ze helemaal geregistreerd door de Duitsers, dat ze met hun namen, die 40. En daar zijn ze op beestachtige wijze afgemaakt. Deels met stenen doodgegooid, in de groeven gegooid, of doodgeschoten. In 2 dagen tijd. De eerste dag en de helft, de tweede dag zo'n beetje. En allemaal, ook geregistreerd door Duitsers, allemaal onder het motto of de vlucht erschossen. Maar tot de 11, waarvan we helemaal niets weten, is daar de Oekraïners bij. En die moet dus waarschijnlijk eerder zijn of ziek geworden en gestorven, of ook doodgeschoten, of wat er ook gebeurd is. Tinus Ozendorp loopt niet alleen hard voor de Duitsers, hij wordt lid van het commando Leemhuis, dat zeer fanatiek jaagt op mensen van het verzet. Na de oorlog staat hij daarvoor terecht. Hij is bij minimaal 26 arrestaties betrokken geweest. 10 van de opgepakte verzetsmensen zijn overleden in de kampen. In naam van koningin Wilhelmina wordt hij veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf wegens verregaande collaboratie. In naam van koningin Juliana ontvangt Ernst de Jonge postuum het verzetskruis en de bronzen leeuw. Ja, ik vond hem fantastisch. Hij heeft dus zekere organisaties die al bestonden, heeft hij weten aan te trekken om bij elkaar te voegen. En het enige kan zeggen dat na de oorlog Churchill gezegd heeft dat de acties van de Contact Holland, dat was deze organisatie, have materially helped the Allied war machine. Dus werkelijk in het publiek heeft hij ons dat toegeschreven. En ik schrijf daar een hele hoop van aan Ernst toe. De naam van Ernst de Jonge is opgenomen in de lijst der gevallenen, die bewaard wordt in het gebouw van de Tweede Kamer. Iedere dag draait een bode 1 pagina om. Jonkheer Ernst de Jonge wordt beschouwd als een verzetsheld. Het woord held houdt niet van. Maar als je het woord held accepteert, dan is hij er zeker een van. Al die jongens die dan naartoe gingen. Al die jongens. Mij en 1 meisje. Ozendorp was ook een held. Voor mij wel. Voor mij wel. Ja. Nou ja, een ander mag daarover denken wat of ze willen. Nou ja, goed, later is in de oorlog is hij natuurlijk, of na de oorlog wat, is hij... Wat was nou fout? Wat was nou fout? Nou ja, SS. Lid van de SS. Ja. Jagen op verzetsmensen. Ja. Dat is toch fout? Wat wist je daar nou van? Hoeveel verzetshelden zijn er gestorven? Die nou als verzetsheld genomineerd zijn. En echt niet zulke helden waren. Dat is maar net waar je normen ligt. Ja, maar goed, wat Ozendorp... Maar dat nam niet weg. Politiek moet je niet met sport. Dat zijn 2 verschillende dingen. Het was een goede sportman. Voor toen. Tinus Ozendorp komt in 1952 vrij. Hij wil nooit meer praten over de oorlog. Hij begeleidt atleten in Limburg en zo komt hij bij wedstrijden andere oud-Olympiërs tegen, zoals Ali de Vries. Ik was er bezig. Ik liep er zo heel en weer, zoals je altijd heen en weer holt. En toen hoorde ik bezig van Ali, Ali. En kijk. Ik zeg, dat was mezelf, Ozendorp. En toen riep hij naar me, zou je me een hand willen geven? Nou, wat zei je dan? En toen heb ik dat gedaan. Of het misschien fout is geweest voor mij, dat weet ik niet, maar... Ik vond het een triest moment. Neemt u het me kwalijk? Nee, helemaal niet. Nee. Maar wat heeft u tegen hem gezegd? Nou, hij zei dus, hij had dat Juliane ook aan het bewind kwam toen net in die tijd. Er werden verschillende gevangenen, werden een bepaalde periode kwijtgescholden. Hoeveel, dat weet ik niet hoor. En toen vertelde hij dat hij dus vrij was gekomen. Nou, en toen heb ik hem een hand gegeven. En nou is hij ook weg. Thank you.
Op 20 juni 2002 overlijdt Tinus Ozendorp, de snelste blanke ter wereld, in Heerlen. Wat zegt hij? We moeten even naar hem kijken. Oh!